Een hele goede morgen en super tof dat je kijkt naar deze video. Het is vrijdag en dit weekend staat er een weekendje Walibi op het programma. We gaan met familie en we gaan overnachten in Walibi Village. Het is nog super vroeg en ik zie er echt uit alsof ik net uit mijn bed kom. Geen idee wat dit shirt is en ook geen idee wat deze broek is. Ik moet nog een heleboel spullen bij elkaar zoeken en mijn tas inpakken. Laten we daar maar eerst eens eventjes mee beginnen. Alle tassen zijn ingepakt, maar het is misschien wel handig als we ook al kunnen eten als we eenmaal in Walibi zijn. Ik denk dat ik wel weet welke muziek we op gaan zetten in de auto. Jammer. Zeer jammer. Ik denk dat het tijd is om te gaan. Mama, haters boeien mij geen fuck. Ik zoek mijn eigen geluk. Haters geven me kracht en geven me macht. Top. Het was eventjes tijd voor een plaspauze, maar ik heb nog nooit zo'n strontlucht geroken als hier. Eventjes toegeven. Op schaal van 1 tot drol. Hoe erg stinkt het hier? Drol. Oh, non de gu. Ik heb het natuurlijk al goed voorbereid, dus ik heb mijn hartgaanbril al op. Oké, we zijn aangekomen bij Walibi Village. Onze ouders zijn eventjes de dingen regelen voor de huisjes. Hier zie je alvast de speed of sound. Gaan we er daar in, Tigo? Ja. Theo denkt dat hij doodgaat. Hij is nog nooit in Walibi geweest. Dus dat wordt één groot plezier hier. Gwen heeft mijn pauperbril gehad. We gaan straks met z'n allen een pauperbril kopen. Die kostte maar 2 euro. Ik heb er super veel zin in. Het is nu 11:15. Ik hoop dat we zo snel mogelijk het park binnen kunnen. Nou, ik heb een kaartje, net zoals iedereen. Waar gaan we als eerst naartoe? Dit is nou echt zo'n attractie waarvan ik echt niet zeker weet of ik hier nou een keer in zou gaan of niet. We komen dus net uit Express Platform 13. Was super gaaf. Wat vonden jullie ervan? Ik denk dat ik mijn ballen ben verloren. Theo is zijn ballen verloren. Ik heb nog nooit iemand zo hard horen schreeuwen in een achtbaan als hij. Nou gaan we naar Goliath. We hebben meteen de 2 beste achtbanen van het park gehad. Nou, we staan dus in een klein wachtrijtje voor Goliath. Theo is een beetje bang. Ik ben bang. De rest van het weekend hoor je mijn stembanden hier nou niet meer. Oh, heerlijk. Dat is juist goed. Theo heeft het overleefd. We komen uit Goliath. Theo stond echt prachtig op de foto. Ja, zo. Hoe vond je hem? Heel leuk, maar... Wel heftig. Ja, Theo wordt hier goed opgevoed hier in Walibi. Nou gaan we even kijken welke achtbaan het rustigst is en dan neem ik jullie gewoon maar mee. We komen net uit Merlin's Magic Castle. Welke vinden jullie beter, Villa Volta of deze? Villa Volta. Jij wil deze zeggen? Dat is gekeurd. Cool. En wat vind jij, Gwen? Villa Volta. Wel beter. Qua verhaal is wel sterk. Deze tafel is warm. Zullen we naar Lost Gravity gaan? En in die hangende. Daar gaan we eens mooi even niet in. Ik zeg... We gingen overal in. Elke keer als ik in de El Condor ben geweest en ik stap eruit, dan denk ik van hier hoef ik dus niet meer in. Maar elke keer als ik dan weer in Walibi ben, dan pak ik hem toch steeds wel mee. We gaan nu naar Lost Gravity. Superleuke achtbaan. Die zie je hier. Volgens mij is de wachttijd 3 kwartier, dus dat gaat wel eventjes duren. Mooist gethematiseerde attractie van Walibi.
Ik en Amber hebben even een kaartje gehaald voor Neurogen. Dit is een virtual reality attractie, moet je minimaal 16 jaar voor zijn. En wij zijn de enige die dat konden doen. Er was gelukkig nog een vrij plaatsje om 4:15, dus dan gaan wij erin. En dan vertel ik jullie meteen hoe het was. Nu gaan we nog even in de beste attractie ter wereld, namelijk de Draco. Ik vond het ondertussen wel mooi geweest bij die Draco, maar deze kleuters wilden er natuurlijk nog een keertje in. We gaan nu in de Speed of Sound, er staat best een aardig rijtje, maar we moeten hem natuurlijk wel even gedaan hebben, want we willen alle achtbanen meemaken hier. Nou dames en heren, je gaat het niet geloven. We hebben allemaal een powerpuffril gescoord. Chill! Dan gaan we allemaal heel de dag, heel dit weekend met onze powerpuffril naar Top Walibi lopen. Nou, we doen ook nog maar even een rondje in de allerbeste achtbaan van Walibi. Ik hoop dat ik niet zoveel hoofdpijn heb dadelijk dat ik in geen ene achtbaan meer kan. Gwen is er nog nooit in geweest. Amber is er nog nooit in geweest. Tigo is er nog nooit in geweest. Julia is er nog nooit in geweest. Ad is er ook nog nooit in geweest. En ik heb ze gewaarschuwd, maar toch wil ze het een keertje proberen. Wat vonden jullie van de Condor? Ad vond het een toppertje. Leuk. Het is wel een beetje een ouderwetse rommel, maar... Ja, precies. Voor mij mogen ze plat branden en een nieuwe achtbaan bouwen. We hebben nog zo'n 20 minuutjes en dan moeten Amber en ik bij Neurogen zijn. Of hoe spreek je dat uit? Neurogen? Neurogen? Volgens mij gewoon Neurogen. Ik ben echt super benieuwd. Jij had er niet in gewild, toch? Ook al mocht het, dan zou je er nog steeds niet in gaan. Ik zou er wel in willen. Van tevoren stond er dat er niks eng was. Het was ineens seksueel. Dat is de reden. We komen net uit Neurogen en onze eerste reactie is echt, ging helemaal nergens over. What the fuck, het is echt heel raar. Je moet het wel echt een keertje doen als je 16 jaar of ouder bent. Neem je idee mee, want als je idee niet mee hebt, zijn ze 18. Maar geloven ze niet. En je moet eerst in je eentje heel awkward in de wachtkamer gaan wachten. En dan moet je in je eentje door een paar gangetjes lopen en je denkt echt, wat gaat hier gebeuren? Ik vond eigenlijk heel het gebeuren eromheen. Vond ik erger als het ding zelf. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik weet ook niet, ik vind het echt een hele bijzondere ervaring. Je moet het wel een keertje doen, dat is eigenlijk bijna niet uit te leggen. Wat gaan we nu doen? Kom op. Oh, nog een keer. Ja, ik ga wel mee. Jullie denken misschien, hebben we nou helemaal niet in de gaten dat ze een bril verkeerd om op hebben? Zal ik jou eens vertellen? Dat doen we gewoon expres. Het is nu iets over 6 en het park is gesloten. Heel veel mensen gaan nu naar huis, maar wij natuurlijk niet. Want wij gaan lekker naar ons huisje toe in Walibi Village. En morgen zijn we er weer. Tot morgen. Daar zo is ons huisje. Gaan we even kijken hoe dat eruit ziet. Hey. We zijn de pauperbrillenbende. Stinkt hier. Ja, en vanaf hier heb ik niet echt meer fatsoenlijk gevlogd. Op dit moment ging ik even los op de Kloeghaai muziek van Fantasieland. Geniet ervan, dit zijn echt exclusieve beelden. Sorry dat je dit aan hebt moeten zien. De rest van de avond was ook nog wel leuk. Rapper Shorts, je weet zelf. I'm a rapper. Fuck that rapper. Praktische lyrics hebben. Yeah! Dames en heren, geen haat. Dikke shout-out naar Rapper Shorts. Yeah, let's go! Nou dames en heren, het is nog niet zo laat, maar ik ben super moe. Ik denk dat ik lekker ga slapen in mijn bedje. Heb jij nou genoten van deze video? Dan zou ik het super leuk vinden als jij op dat duimpje omhoog zou willen klikken. Ja, oké, doe dat maar. Goed, want daar word ik altijd super blij van. Wil jij voortaan op de hoogte worden gehouden van mijn nieuwe video's? Abonneer dan ook zeker eventjes op mijn kanaal, dat vind ik super tof. Dit was de video, ik hoop dat jullie het een beetje leuk gevonden hebben. Dat zeg ik, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later! We'll be right back.